wachten dus op de tweede Kemmelbeklimming. En hier dag Erik Petersen op kop voor Hanegraaf. Van der Poel. En daar een demarrage op rechts. Hanegraaf hier. Allemaal nieuwe gezichten die dus mee zijn komen postvatten voorin. Dag Erik Petersen ook voor Hanegraaf. Er is dus een renner in de achtervolging gegaan op dag Otto Lauritsen. Van de ploeg Kassa, dat is Ruiz Cabestani. Hier zien we een Pello Ruiz Cabestani. Cabestani inderdaad, en die heeft nog zo'n 20 meter achterstand. 30 meter misschien op Lauritsen, maar het peloton nadert ook. Ze geraken niet weg. Ginder rijdt Lauritsen nog voor die motor. En dan een hardrijder van formaat, Ruiz Cabestani. En daar de groep op de Scherpenberg na 226 kilometer. Dat is dus op zo'n 50 kilometer van de aankomst, gelet op de uitgelengde afstand. Ik weet niet goed waar het nodig voor was. Misschien zullen die kilometers naar het einde toe nog wegen. Dat zal moeten blijken, maar de renners hebben dat dan gecompenseerd met een heuse wandeling in de eerste wedstrijduren. Maar het uitwijken naar een latere datum, dus na de Waalse klassiekers, lijkt wel geslaagd. Ondanks de afwezigheid van een Fignon Roach, maar dat is dan puur brute pech. Maar hier is zeker nog wel bereidheid tot koersen, zoals we nu weer zien, Fons de Wolf. Ondanks het feit dat de groten daarnet dan toch hebben bedankt om rechtstreeks met elkaar in de clinch te gaan. Toch altijd dag Otto Lauritsen voorop, de Noor met daarachteraan Ruiz Cabestani. Nog een paar renners, Fons de Wolf waarschijnlijk erbij. Drie man, een vierde die zal aansluiten op zoek naar Lauritsen en Cabestani. En hier zien we die achtervolgers, maar het is niet alleen vechten tegen de tegenstand, het is ook vechten tegen de wind die hier fors in het nadeel plaatst. Situatie nagenoeg ongewijzigd, dus dag Otto Lauritsen. Dan iets verderop hebben we Pello Ruiz Cabestani en dan krijgen we een paar renners met onder meer daarbij Janus Kuhn, de Noor. En achteraan een man die gaat afstoppen, dat is Jens Veggerby, de Deen, een ploegmaat van dag Otto Lauritsen. En als we dan verder omkijken, zien we daar al de voorwacht van een intussen weer verbrokkeld peloton. Met Verhoeven hier. Dus we hadden achter Lauritsen en Cabestani vier tegenaanvallers. Hier dan het peloton met Stieda, nummer 56. Lubberding ook. Verbrokkeling toch op weg naar de Kemmel. Kuhn hier met het nummer 12. Lubberding. Verhoeven. Dus die vier zijn bijgehaald door enkele anderen. Bugno is erbij ook. Manfrin. En nog meer renners proberen terug te komen. En we gaan vooraan kijken naar
Pello Ruiz Cabestany en Dagoto Lauritsen. Dit is de Spanjaard en dat is Lauritsen. Nog altijd niet samen. Dagoto Lauritsen, 28. Vorig jaar 5 overwinningen. En hij wacht zeker niet op Ruiz Cabestany. Hij won een zware bergetappe in de Ronde van Frankrijk vorig seizoen. Lauritsen, die je daarnet zag, heeft 8 seconden voorsprong op deze man, Pello Ruiz Cabestany. En 22 seconden op het eerste deel van het peloton. Dus we laten die twee rijden en zien dan dat eerste deel van het peloton naderen. En daar loopt alles weer samen. De situatie is dus weer glashelder. 1 spitsrijder, Lauritsen, achtervolgd door Ruiz Cabestany. En dan met Lilholt op kop hier. Een talrijk peloton. En Janus Kuhn, de Noor uit de ploeg, de Kouwer hier in eerste positie. En hier een demarrage van Peters, Wilfried Peters. Nagename verrassing dit seizoen in de ploeg van Willy Terlink. Krijgt een paar renners mee. Daar gaat Peters met Goesens erbij en Stieda ook. Of nee, het is toch een renner uit die ploeg, het is Ron Kiefel, nummer 59. Ook een man die uit de achtergrond terug is gekomen. Compleet renner. Maar alles loopt weer samen hier. Daar heeft Plankaert voor gezorgd met Dirk de Mol. De winnaars dus van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. We komen nu aan de 8e helling, de Schominkel genaamd. Op 43 kilometer van het einde. En nog altijd ongewijzigde situatie. Lauritsen dan, Ruiz Cabestany en hier het peloton. Nog 5 kilometer en dan krijgen we de tweede Kemmelbeklimming. Tussendoor zit ook nog de Banenberg. Steve Bauer daar op de eerste rij. Met Kiefel ook. Eddie Plankaert met de witte helm rechts in beeld. En de situatie blijft ongewijzigd. Deze renners blijven de twee vluchters in het vizier houden. Dag Otto Lauritsen, die ook nog altijd een ongewijzigde voorsprong heeft van zo'n 75 meter op Pello Ruiz Cabestany. En dan daar zo'n 150, misschien 200 meter achter het peloton dat we daar zien naar boven komen. Op die Schominkel, een smalle, wat kronkelende weg met vooral naar het einde toe toch nog een serieuze knik in. Jan Goesens. En Bauer, Stieda, Plankaert daarachter, Wilfried Peters ook. En die Schominkel valt vrij lastig uit toch nog wel. Er werd ons opgegeven dat een bepaalde passage een stijgingsgemiddelde zou hebben van 18%. Wij dachten dat met een korrel zout te moeten nemen. Maar dit is toch wel hard werken op die Schominkel.
En deze groep heeft een achterstand van ongeveer een halve minuut op de ontsnapte Dag Otto Lauritsen, die nog altijd achtervolgd wordt door Pello Ruiz Cabestani. Allemaal met open gesperde mond, licht zuurstoftekort. En we gaan onmiddellijk in één ruk door naar de Banenberg in het verlengde van die Schominkel. En dat is dan het voorspel op de tweede Kemmelklim. Dit is dus de Banenberg met de groep en een demarrage van Eddy Plankaert. Even schakelen. Reactie van een man uit het 7-Eleven team. Bauer dan recht op de trappers. Waarschijnlijk Stier dan mee. Met Eddy Plankaert. Maar ze blijven samen. Onder aanvoering weliswaar van Eddy Plankaert. Van der Poel ook mee opgeschoven. Andersen eveneens. En deze renners hebben 35 seconden achterstand op de koploper Lauritsen. Pello Ruiz Cabestani daar precies in het midden tussenin. En Cornillet gaat nu proberen. Cornillet klimt goed. Heeft klimmerstalent op die Banenberg. Sprint hij zo van de andere weg. Plankaert probeerde dat even. Maar daar zat minder snee op. En hij komt bij Ruiz Cabestani. Cornillet komt bij Ruiz Cabestani. Ze kunnen nu met z'n tweeën in de achtervolging gaan. Op de ontketende Dag Otto Lauritsen. Bruno Cornillet, gewezen ploegmaat van Hinault, heeft ook nog de witte leiderstrui van de beste jongeren gedragen in de Ronde van Frankrijk. Vooraleer hij dan wegens een valpartij moest opgeven. Zit nu in het team van Wojtinek. En met een snelheid van 80 per uur de Banenberg af op weg naar de Kemmel. En Ruiz Cabestani is wel blij dat hij wat mag uitblazen in het wiel van Cornillet. In zijn eentje slaagde hij er niet in tot bij Dag Otto Lauritsen te komen. Maar nu gaat hij toch weer aan de kop sleuren. Op het vlakke is hij meer getalenteerd dan Cornillet. En het kleinere gabarit van Cornillet dan. Maar hij neemt toch onmiddellijk over die Cornillet. Die minder beschutting geeft aan de grote Ruiz Cabestani. Die vindt minder beschutting tegen de wind. En ze werken samen. En daar is Dag Otto Lauritsen. Op weg naar de Kemmel. Een man van grote regelmaat, weinig uitschieters. Maar ook een van die vaste waarden. Typische Amerikaanse valhelm. Ingevoerd door Greg LeMond. Is veiliger. En vorig jaar won Dag Otto Lauritsen dan toch wel de Henninger Tour. Weliswaar wordt dat als een van de allerminste klassieke wedstrijden beschouwd, maar toch. Maar zelden dat hij zo'n uitschieter kent. En zijn voorsprong is nog altijd ongeveer 25 seconden.
30 seconden op dit moment voor Dag Otto Lauritsen op het duo Cornier en Ruiz Cabestany. En 40 seconden op het peloton. En Fons de Wolf met Eddy Plankaert in zijn wiel. Bauer daarbij, Van der Poel, Danens, De Wilde. Die brengen dus het peloton opnieuw bij Cornier en Ruiz Cabestany. Nog één man voorop dus, Dag Otto Lauritsen. En het gaat snel nu. Een schitterende tandem. Plankaert ook goed beschut in het wiel van Fons de Wolf. Die geweldig rijdt vandaag. Een van zijn topdagen. Van der Aarde zien we minder. Bauer leidt nu de achtervolging nadat Cornier en Ruiz Cabestany zijn ingelopen. En vooraan Dag Otto Lauritsen, erg dicht bij de voet van de Kemmel ongetwijfeld. En dit achtervolgend groepje komt dichter, nog een goede 20 seconden achterstand op Dag Otto Lauritsen. Op de Kemmel kan het dus gebeuren. Nieuwe ontwikkelingen te verwachten toch daar. Er komt wellicht afscheiding in die groep achter deze koploper, Dag Otto Lauritsen. De Kemmelberg wordt nu dus van de andere kant beklommen. De moeilijkste. En de top ligt op 38 kilometer van de aankomst in Wevelgem. Peloton genadert toch op Dag Otto Lauritsen. Vechten om vooraan de goede posities in te nemen. Bauer en Van der Poel met Kelly op de eerste rij. Plankaert Andersen ook. Steve Bauer, Kelly, Van der Poel, Plankaert helemaal opzij daar. Criquillon naast Van der Poel. Andersen rechts achter Van der Poel. Steve Bauer, ook een van de beteren hier. En Eddy Plankaert gaat naar voren met Kelly. Plankaert met een heel grote versnelling. Kelly kleiner. Ja, toch even geschakeld nu. Eddy Plankaert op de kasseien. Zij aan zij met Kelly, die naar voren komt. John Kelly en daar is Dag Otto Lauritsen. Het zwaarste deel van de beklimming nu. Kelly en Plankaert met Van der Poel, Criquillon zijn erg dicht genaderd. Bauer dan. Kelly heeft zich afgezonderd. Plankaert nog altijd. Bauer, Van der Poel, Criquillon. En Kelly schuift enigszins weg. Nee, Plankaert pikt aan. Bauer, Van der Poel, Criquillon. Toch geen definitieve afscheiding hier weer in deze groep op de Kemmeltop. En Dag Otto Lauritsen nog altijd alleen voorop. Daar rijdt hij. Onder het spandoek door. En dan Kelly. Hardwerkend nu, maar hij krijgt steun.
En ook het peloton is onder dat spandoek boven op de top doorgekomen. De aankomst ligt op 38 kilometer. Een groepje van een dozijn renners, zowat, maakt jacht op Dag Otto Lauritsen. Eddie Plankaert komt in beweging. Etienne de Wilde ook mee. Het was wellicht niet Bauer, maar de Wilde die wij in goede positie boven op de top zijn gekomen. Vlak achter Kelly en Plankaert. Danens is ook mee met Van der Poel. Die ploeg is al om tegenwoordig. Kelly dus, zoals gezegd. Rooks ook, Bauer dan. Bugno, Sergeant, Peters, Dernies, Criquillon, Kiefel, Fons de Wolf ook, Cornier ook, ja. Een omvangrijke groep toch nog wel. Dag Otto Lauritsen gaat bijgehaald worden. Daar ziet u het gebeuren, dames en heren. Nog een 40, 50 meter en onder impuls van Rudy Danes. En Adrie van der Poel wordt Dag Otto Lauritsen op dit moment gegrepen. En Steven Rooks neemt dan meteen het commando voor Kelly en Etienne de Wilde. Nu moet er ook wat geluk bij zijn. Sommige renners zullen proberen stilletjes weg te sluipen. Bauer, Rooks. Rooks opvallend afzijdig gebleven, nog niet te veel krachten verbruikt. Bauer daarentegen wel. Van der Poel dan met Peters, Danens. Dat is Bugno, de Italiaan. En de onvermijdelijke Fons de Wolf. Met Kiefel, nummer 59. Criquillon. Ook goed rijdend, Sergeant hier, nummer 48, naast Bugno. De twee spitsen van de Kempe verenigd in dat beeld. Sergeant Criquillon, naast Cornier daar, die het niet lang heeft uitgezongen in de tegenaanval, achter Dag Otto Lauritsen. En wel bereidheid bij een aantal koprenners nu om door te zetten. En deze groep heeft zo'n goede 100 meter tot 150 meter. We gaan dat meteen kunnen zien. Op het tweede groepje, dat is wat groter geworden zelfs intussen. Dus er is meer afscheiding gekomen. Daar is dat tweede deel van het peloton. Dus dat peloton dat helemaal uiteengevallen is bij die tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg, dames en heren. Meteen ook de laatste helling uit deze 50ste Gent-Wevergemmen jubileumuitgave dus. En we zijn nu op zo'n 40 kilometer van de aankomst. En het zal u dus niet verbazen, dames en heren, dat de ploeg van Gisbers weer bijzonder sterk vertegenwoordigd is met Van der Poel, Rooks, Danens. En daar kreeg u vanuit de lucht de stand van zaken. Peters en Kelly voor Van der Poel.
ploeg van Ludo Peters heeft toch ook al een klassieker binnengehaald, dankzij Rolf Keults in de Waalse pijl. Maar Kelly is het aan zichzelf verschuldigd om nog eens een grote eendagswedstrijd te winnen. Alweer Cornille hier. En het verschil tussen de eerste en de tweede groep bedraagt 23 seconden. Veel is dat niet, we konden het daarnet vanuit de lucht zien. Goed rijdend, die plankaart ook bestendig mee vooraan. Maar toch opletten voor Kieven. Dag, Erik Pedersen is hier ook in deze groep. De Wilde. Fons de Wolf. Lilholt, Kelly, Peters, Bauer, Stieda, Dernies, Rooks, Van der Poel, Cornille. Dat zijn ze. En Ginder in de verte komt dus de tweede groep. Erik van der Aarden hebben wij voorlopig niet gezien. Zit hij in die tweede groep? Hier zijn we dus bij de achtervolgers met Guy Nulens en Alan Piper die hem dadelijk zal aflossen. Zij zullen dus moeten proberen Erik van der Aarde mee naar voren te brengen. Daar is ook Lubberding bij en dan in vierde positie Erik van der Aarde. Dus de ploeg van Peter Post, andermaal voor de zoveelste keer dit seizoen in de verdediging gedrongen. Is dat een gevolg van pech zoals het geval was in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Onder meer in de Ronde van Vlaanderen vielen onder meer Van der Aarden en Nulens. En dan een race en pech ook voor Van der Aarden in Parijs-Roubaix. Hier is Erik van der Aarden. Wat is er nu gebeurd? Is hij gewoon op zijn waarde naar de tweede groep verwezen of niet? Misschien kan Mark van Lombeek dat straks even vragen aan zijn sportdirecteuren Walter Plankaert, Ferdy van der Houten. We hebben geen informatie. Wat dat betreft. De Camel is een helling die Van der Aarden nogthans ligt als hij goed rijdt. En zondag reed hij voortreffelijk in Luik-Bastenaken-Luik. Nulens met Lubberding, hardwerkend. Maar er is dus geen enkel bericht gekomen over pech van Erik van der Aarden. Voor zover wij dat zelf kunnen constateren, maar geen pech voor Erik van der Aarden, maar wel voor Steven Rooks, die weggevallen is uit de kopgroep. En ja, die blijft staan hier langs de kant van de weg. Een probleem natuurlijk, hoewel de neutrale wagen erbij was, maar Rooks die blijft staan. Ik begrijp het niet goed, wij moeten verder natuurlijk. En u ziet daar de andere renners ook verder rijden inderdaad.